Voor andere tijden sport, over naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. Ze is blond en bloedmooi. Iedereen die bij haar in de buurt komt, raakt betoverd. Een fee op waterskis. En in haar tak van sport is ze begin jaren 70 de beste van de hele wereld. Willy Stelen. Hoofdfinale in ene skis. Bij Studio Sport, waterskiën. Het is overgewaaid uit de Verenigde Staten, een jonge, flitsende sport. Begin jaren 70, na de samenvattingen van Ajax Go Ahead en Feyenoord SVV, zien we op zondagavond speedboten met mooie meiden erachter. Ze scheren in slalom over het water. Ze springen spectaculair over een schans. En ze dansen artistieke figuren. En alle aandacht is steeds gericht op dat ene meisje. Jong, knap. Willy Stelen. Ze is niet alleen maar een prettige verschijning, ze is vooral ook heel goed op de waterskis. In 1971, dan is ze 17 jaar, wordt ze wereldkampioene. De eerste Europese vrouw die daarin slaagt. In datzelfde jaar wordt Art Schenk sportman van het jaar. En Willy Stelen staat naast hem als beste sportvrouw van Nederland. Duizenden tieners zijn verliefd op Willy Stelen. Ook de dan 11-jarige Marcel Goedhart heeft een poster van Willy op zijn jongenskamer. Nu, 40 jaar later, probeert de andere tijden sportverslaggever zijn idool terug te vinden. Dat blijkt een bijna onmogelijke missie. Het was natuurlijk een kansloze zaak. Als 11-jarige jongen verliefd worden op een 17-jarige waterskiester die natuurlijk in een totaal andere wereld leefde. Een wereld van glimmende auto's, dure kleren en wolkenkrabbers. Willy Stelen groeide met haar familie op in Venezuela. Daar leerde ze waterskiën. En hoe? Ik vond het prachtig hoe ze baas in het water was. Atletiek op de ski. Een stoere en sierlijke waternimf. Ik werd er heel blij van. Ik geloof wel dat ik een snelheidsmaniak ervan geworden ben. Verslaafd aan toch wel aan snelheid. En eigenaardig een combinatie van toch wel kracht en lenigheid. Die twee zitten erin. Ik vind het een hele sierlijke sport. Nu, 40 jaar later, wil ik Willy Stelen spreken. Mijn heldin van vroeger. Maar dat is niet gemakkelijk. Goedemiddag. Goedemiddag. We komen de doos met spullen van Willy Stelen halen. Momentje. Ja. Bij de Waterskibond in Nieuwegein blijken ze alleen een doos met oude albums van Willy te hebben. Zwaar, hè? Maar waar ze is? De bond heeft geen idee. Dat verbaast me. Het gaat toch om de beste waterskier die ons land ooit heeft gehad? En dus moet ik echt op zoek. Ik neem contact op met oud-waterskiester Connie Dane. Zij komt voor in het oudste bioscoopfilmpje van Willy Stelen uit 1968. Zij zag een piepjonge Willy debuteren. De Amsterdamse bosbaan was het strijdtoneel voor de Nederlandse waterskikampioenschappen. Waarbij de titelhoudster bij de dames, Connie Dane, opnieuw bijzonder sterk bleek. Op het onderdeel figuren gleed en sprong de 20-jarige Haagse uiterst geconcentreerd en in perfecte stijl door het water. Daarbij het hele scala aan moeilijke figuren demonstreren. Connie Dane prolongeerde voor de 7e maal haar Nederlandse titel. Slank. Alhoewel ze bij het zwanspringen niet als eerste eindigde. Haar sprong van 17,70 meter was net iets minder ver dan die van de 14-jarige Willy Stelen uit Bergen. Een zeer talentvol meisje dat met haar tweede plaats op de figuren en de slalom
en haar eerste bij het schansspringen op niet mis te verstaande wijze haar visitekaartje achterliet. Hoe herinnert u zich haar toen ze die waterskiwereld binnenkwam? Als een elfje. Ja? Ja. Ze had die haartjes zo en prachtig gezichtje. Ja, heel schattig. Ja. Ja. Ze kwam uit Venezuela, hè? Dat was net uit Venezuela teruggekeerd. Ja, ze waren net uit Venezuela, ja. Daar had ze met haar vader ook heel veel gewaterskiet. Ja. Had ze een voorsprong eigenlijk op dat gebied dan? Ten opzichte van de Nederlandse meisjes? Ja, want toen zij uit Venezuela kwam, toen was ze al behoorlijk ver. Ze stelde zich niet aan of ze probeerde niet anders te zijn dan ze was. Heel authentiek. Het contact tussen haar en mij is verloren gegaan. Want ja, ik weet ook niet waar ze is. En dat vind ik wel jammer, maar het is gewoon zo. Ik zoek verder om dichter bij Willy te komen. In Brielle ontmoet ik twee waterskiers met wie Willy veel optrok. Ze reisden de hele wereld met elkaar over. En die Struikeling. Ha, ja. Marcel. Hallo. Hoi. Leuk je ontmoeten. Nog steeds het virus niet kwijtgeraakt? Nooit. Nee? Waarom niet? Ja, nou ja, goed, het is een van de leukste dingen die je toch in je leven doet, vind ik. Ik bedoel, en zeker watersport. Ja? Ja, als je er eenmaal mee besmet wordt, dan raak je het niet snel meer kwijt. Ja. Eddie Struik won diverse nationale titels. Van hem hoop ik te horen waarom Willy zo goed was. En of hij ook niet een klein beetje verliefd op haar was. En dit is Marlon van Dijk, op oud beeld. Ze was een goede vriendin van Willy. 12 keer werd ze Europees kampioen. Waterskiën kan ze nu nog als de beste. Dan ben jij Marlon van Dijk. Ja, hoi. Ja, hallo Marlon. Ja. En jij waterskiet ook nog steeds? Ja, ik waterski ook nog steeds. Kan het nog niet laten. Nee? Nee, nee. En dan tenslotte Willy Steele. Jongens en meisjes die dagelijks uren letterlijk in touw zijn om de top te bereiken. Van een van de meest spectaculaire, meest gracieuze, maar ook een van de gezondste takken van sport die er bestaat. Hij had met figuren een andere voet voor staan als met slalom. Dat is waar. En hoe dat nou kwam was omdat zij in Venezuela trainde. En er waren allemaal grote vissen. En zij was toen natuurlijk een heel jong meisje. En erg bang voor al die grote vissen. En dan was ze gevallen. En de vader was nogal gauw van, ja, kom op. Ze wou niet te lang in dat enge water liggen met die beesten. Dus ze trok maar gauw die ski aan. En zei ze, ja, ga maar, ga maar. En toen, terwijl ze uit het water werd getrokken, dacht ze, oh, ik heb mijn voet, mijn ski aan mijn verkeerde voet. En dat tweebenig ook wel. Dus uiteindelijk werd ze dus tweebenig. Want toen was ze zo gewend om met die ene voet dat te doen, dat de keer erop hield ze die ski maar aan die voet. En zo is zij tweebenig geworden. Want slalom deed ze dan met de andere been voor. Wil mocht er wel zijn in die tijd, ja. Ja? Ja. Ook nog verlies geweest, jij? Nou, ik was wat jonger, dus... Ja, het scheelt niet zoveel. Je kijkt niet zo snel naar boven, maar wat meer naar beneden, denk ik dan. Ja. Maar je hebt wel gezien dat ze een verpletterende indruk maakte op de jongens. Ja, duidelijk. Willy en de andere Nederlandse waterskiers zijn eind jaren 60, begin jaren 70 echte pioniers. Het is een klein wereldje. Echt rijk hoef je niet te zijn. Je kunt gewoon lid van een club worden. Maar het is natuurlijk wel handig als je vader een boot heeft. Zoals bij Willy. Dan kun je veel trainen. Ik ben dus begonnen op zelfgemaakte skis. Die zijn, die werden dus... Iemand had daar wel een soort malletje van, maar dat was geplakt en dat werd gebogen. En nou, hoe ze het allemaal gedaan hebben, weet ik niet. Maar het waren roze skis. En ik mocht zelf mijn eigen plakplaatje erop kiezen. Dus ja, ik bedoel, dat geeft wel aan dat het redelijk amateuristisch is. Als je ziet hoe wij begonnen. En er kwamen natuurlijk filmpjes van het buitenland. En die bekeken wij dan. En dan zag je, oh nou ja, het is ook mogelijk om over een lijn heen te stappen. En nou ja, dat ging je dan maar weer proberen. En zo is dat in het begin gegaan. Bij het schansspringen haalt Willy de respectabele afstand van 26,70 meter. Maar ze sprong al eerder 5 meter verder. De slalom wint ze door met gemak maar liefst 21 boeien te passeren.
Willy Stelen's geweldige techniek komt waarschijnlijk het duidelijkst tot uiting in de slow-motion opname van het figuurskiën. Waar was Willy het best in? Figuren. Ik denk figuren. Ja. Dat was haar specialiteit. Haar doorzettingsvermogen op dat vlak. Haar naast de concurrenten hadden dat minder. Figuren is een heel moeilijk onderdeel. Er gaat ontzettend veel tijd in zitten. Terwijl slalom en springen meer een durf en een kracht is. Figuren is specifiek turnen, kracht, timing. Daar was Wil sterk in. Ja. Schaalspringen was absoluut het minste onderdeel. Ja. Vond ze, wat je zegt, vond ze toch wat angstiger. Wat angstiger. Ah, ja. Ja. Ja, zodra ook de winter was, en, ja, dan hield ze toch een beetje in. Maar figuren, ja, dat was duidelijk haar beste onderdeel. Op dat onderdeel pakt ze in 1971 in het Spaanse Banyoles de wereldtitel. Ze is de eerste en laatste Nederlander die ooit zo'n prestatie levert. Willy is dan pas 17 jaar. Dat was zeker wat. Nou, want je moet natuurlijk rekening mee houden dat je in Nederland alleen zomers kon skiën. Terwijl in Amerika, in Florida, konden ze het hele jaar doortrainen. Willy wordt in 1971 uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. En in haar woonplaats Bergen is een grootse huldiging. Te zien in het NOS-journaal. Ik wil je dit graag overhandigen en je nogmaals van harte geluk wensen met je kampioenschap. Groot feest. Maar in het stripblad Pep uit dat jaar lees ik dat Willy een beetje teleurgesteld was over haar wereldtitel. Is dit het nou? Dacht ze steeds. Trots is ze niet. Ze zette zichzelf ook absoluut niet op een voetstuk of zo. Ze was echt niet zo van kijk wat ik heb gehaald. Ze was altijd heel bescheiden. Ze is altijd gebleven. Ze hield ook niet echt van belangstelling. Ik weet nog wel, ja, ik was eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus wij, vandaar, ja, wij konden altijd wel erg goed met elkaar opschieten. En als ze dan, als we van plan waren om een interview te doen, dan zorgden wij wel dat we wat anders te doen hadden. Dat we niet zo goed te vinden waren. Nee, daar had u geen zin in. Nee? Ja. Nee, ja, dat probeerden we dan altijd wel een beetje te mijden. Te mijden, ja. Ja. Want ze had op zich wel de looks van een fotomodel eigenlijk. Dat, ja, zeker. Ja. Ja. Daar wel eens, maar dat, nee hoor, dat was absoluut niet haar ding. Dat wilde ze ook niet? Nee, dat wilde ze niet. Nee. Waarom niet? Ja, dat is een karakter denk ik wat je hebt. En de een vindt het geweldig om in de belangstelling te staan. En een ander vindt het gewoon helemaal niet leuk. Ja, hij zit. Nou. Dit was haar trainingsbaan in Annapolona. Annapolona, ja. Ja. Daar skiet ze altijd. En er was altijd de wedstrijd de tulp, de zilveren tulp. En het was toen heel erg winderig, dus ik dacht van nou ga ik er vol voor. Tot doodsangst van mijn moeder. Maar toen heb ik inderdaad Wil voorbij gesprongen. En toen had ik een zilveren tulp. Ik was wat serieuzer in de dingen die ik deed. Zij was wat meer vrijgevochten, ja. Ze had altijd aparte dingen. Een auto, dan had ze er eentje met een dubbel clutch. Ik weet nog goed dat... ik wist het bestaan er niet van, maar dan had zij weer zo'n open auto. En dat was altijd weer wat aparts aan, ja. Opvallend, ja. Terwijl ze juist niet wilde opvallen en niet in de publiciteit echt graag naar buiten kwam, had ze wel altijd aparte dingen. Ja. In 1972 is waterskiën op de Olympische Spelen een demonstratiesport. Willy wint zilver met de slalom en goud met figuren. Ze verovert de ene na de andere prijs. In 1975 pakt ze in het Duitse Trier haar 26e Europese titel.
Wat zijn de verwachtingen voor het wereldkampioenschap over 3 weken nou, in Londen? Je hebt ook veel geluk nodig, ik durf niks te zeggen. Ja, ja, uiteraard. Bovendien komen de sterkste concurrenten zijn toch al niet op, in Europa. Het is in Verenigde Staten en Australië. Dus ik verwacht veel meer tegenstand. Maar Willy vindt het zo langzamerhand welletjes. Ze wil fysiotherapie gaan studeren en kondigt haar afscheid aan. Ja, omdat ik ga studeren en ik wou dat nou op de eerste plaats zetten. Je hebt al gezegd, ik heb andere interesses gekregen. Wat zoal? Ik wil meer van muziek leren en andere sporten. En heel wat andere dingen. In ieder geval andere kanten op uitgaan. Heb ik ook, doe die nou vervolg zo 2 dagen hier training op zo'n bosbaan, dan is het toch eigenlijk ook veel hangen, wachten. En gaat dat je niet tegenstaan? Ja, dat staat me heel erg tegen. Dat vind ik zonde van mijn tijd. Ja. Als het nou zo was, klinkt wel allemaal erg mooi, maar als het zo was dat ik aan het water zou wonen en even 's ochtends een uurtje skiën, dan vind ik dat best, want ik vind het nog altijd fijn om te doen. Dan kan ik de rest van de dag of gaan werken of gaan studeren of wat anders gaan doen. Mm-hmm. Maar zo zit ik de hele dag aan het skiën en dat vind ik erg leeg, hoor. Ja. Dat hoeft van mij niet. Als Willy stopt met waterskiën is ze pas 21 jaar. Met 1 Olympische, een wereld en 26 Europese titels op zak. Maar ik heb Willy nog steeds niet gevonden. Haar vriendin Marlon van Dijk is mijn laatste hoop in de waterskiwereld. Zij kende Willy erg goed. Wanneer heeft u voor het laatst contact met haar gehad? Ja. Ik denk 1 jaar of 5 geleden is dat alweer. Weet je waar ze is? Nee, helaas niet. Nee. Ik ben ook het contact volledig verloren. Ja. Via haar familie, die met Willy geen contact meer heeft, krijg ik een telefoonnummer en een adres. Het telefoonnummer klopt, maar ze neemt niet op. Nooit. Laat een bericht achter na de piep. Dan zelf maar naar haar laatst bekende adres in Amsterdam. Maar het is duidelijk. Hier woont ze niet meer. Nee. Ook in de flat hebben de bewoners geen idee waar Willy Stelen naartoe is verhuisd. Na het waterskiën ontdekt Willy een nieuwe passie. Weer een waar het draait om snelheid en adrenaline. Parachutespringen. Het is dan eind jaren 70. Op vliegveld Teuge, bij Apeldoorn, heb ik een afspraak met Bert Wijnands. Een van de pioniers van het parachutespringen in Nederland. Ja, oké. Okay. Wij verwachten dat het lawaai weg is, hè? Ja. Hij moet meer weten, want Bert onderhield een intieme vriendschap met Willy. Wanneer hebt u Willy voor het eerst ontmoet? Op Texel, dat was in ieder geval de plaats. En we waren aan het trainen met het team. En Willy was met een team van Hilversum daar aan het trainen. En ik denk dat het ergens 78, 77, 78 was. Wat voor indruk maakte zij op u? Ik wist al zoveel van haar voordat ik haar gezien had. Dus, haar naam gonsde rond. Ja. Ik vond het een opvallend iemand. Toen al. Op afstand. Ja. Hoe was als parachutiste? Heel gecontroleerd. Vrij cool. Ik denk dat je iets terugvindt wat ook met waterskiën belangrijk is. Hè? Het is een vrij heftige sport. Het gaat met hoge snelheden, dat is allemaal relatief. Maar bij parachutespringen zijn die snelheden zeker erg hoog. Dat vliegtuig. Hè? Willy heeft spanningen, et cetera, maar was heel gecontroleerd. Competent, zou je zeggen. Het is 7 augustus 1983. Als Willy een aantal formatiesprongen maakt, hier op vliegveld Teuge.
samen met Bert Wijnands. Dat staat me erg na. Hey. Het was de vierde sprong die we maakten die dag. Tegen 4:30, 4:30 smiddags. En we sprongen met 12 man. En vrouwen, Willy zat er dus bij. En er was één cameraman bij. En we sprongen van grote hoogte. Dus zeg maar van 12.000 voet. Ja. De sprong verliep dus zoals gepland. Ja. Het ging dus fout bij het uit elkaar gaan. He, want dan ga je dus ver uit elkaar, maar je kunt heel goed bewegen in de lucht. Je gaat ver uit elkaar om die parachutes ruimte te geven om open te gaan. En toen ging het dus fout. Wat is er precies gebeurd? Bij de opening ging Willy's parachute iets sneller open dan die van de cameraman. En ze hebben elkaar geraakt. Half in de vrije val terwijl die parachutes open gaan. Dat gaat erg hard. Ze is bewusteloos geraakt. En ze is dus ook bewusteloos geland. De parachute ging open omdat ze die al aan het openen was toen het gebeurde. En pas na de landing, toen ze op het gras lag, toen kwam ze dus bij. Toen lag ik geplakt aan de aarde. Kon me voor geen meter optillen. En ik had natuurlijk pijn, heel erg veel. En iedereen om me heen, paniekerig om me heen. Dus ik denk, oh jee, er is wat aan de hand. En goed, de grote angst van de parachutisten is wel dat ze hun rug breken. Dus het eerste wat er gedaan wordt is, voel je dit? Hè? Dus dan gaan ze in je been knijpen en ik voelde niks. Dus ik denk, oh. Het nieuws slaat in als een bom. Willy heeft een dwarslesie en moet lang revalideren. En dan weet je dat iemand zijn leven gewoon compleet is ingestort. En niet wetende, ja, hoe kom je eruit? Wat kan je nog bewegen? De armen waren in het begin ook niet heel erg gevoelig. Dus dat heeft ze wel weer een beetje opgebouwd. Maar dat is gewoon verschrikkelijk. Ja. Willy Stelen, verslaafd aan snelheid. En dan een leven leiden in een rolstoel. Ze heeft wel eens gezegd dat ze haar zelfvertrouwen altijd ontleende aan haar fysieke talent. Als ik oude tv-programma's terugkijk, zie ik haar worsteling met het nieuwe leven. Ik begon met de straat op te gaan en boodschappen te doen, wat ik vreselijk vond. Want je voelt jezelf krukkig en hoe heet zoiets? Je zwingt niet meer, dus je schaamt je. Of je nou wil of niet, je schaamt je. Het is belachelijk, maar je doet het toch. En langzaam maar zeker begin je dat af te leren, want je doet het elke keer weer. Dus je begint eraan te wennen. En zo stapje voor stapje heb ik me voorgenomen om overal te komen waar ik komen wil. Hoe dan ook. Eigenlijk ben je ook in gedachten verlamd. En, hoe bedoel je dat? Nou, dat je gewoon niet weet wat je gaat doen in de toekomst. En dat je eigenlijk ook maar besluit om daar verder niet te veel over na te denken. En er gaan weken overheen dat je een beetje apathisch uit het raam zit te kijken. En ja, goed, er is één stap geweest dat ik dacht van, nou, als ik het in 10 jaar niet als ik het in 10 jaar niet maak, dan maak ik er een eind aan. Zo, fase 1. 3 jaar na haar ongeluk voelt ze de behoefte om nog één keer parachute te springen. Om een periode af te sluiten. Willy is dan 32. Het begint nou een beetje spannend te worden. Het doet me nou echt weer denken aan vroeger. Dat ben ik. Oh, dat bent u. Dat ben ik. Wauw, wat lekker! Wauw! Wow. Wow.
Ik vond het wel ontroerend toen ik het voor het eerst zag. Kunt u zich dat voorstellen? Ja, ik kan me heel goed voorstellen. 3, 2, 1 en... flair! Oké. Okay. Ciao, Wil. Hartstikke zacht. En we zijn eigenlijk helemaal omgevallen door de chute die ons al net eens door de wind achtertrok. Oké. Okay. Nou, heerlijk. Mag ik de eerste zijn in de zon, weet je, hè? Wanneer heeft u haar voor het laatst gezien? Ik denk een jaar of 5 geleden of zo. 4, 5 geleden. Waar was dat? Op de Zeeburgerkade in Amsterdam. In de flat. Ja, daar woont ze nu niet meer. Dat heb ik begrepen. Bert weet dus ook niet waar Willy is. Familie niet. Goede vrienden niet. Ik schrijf een brief naar haar. De gemeente Amsterdam belooft ons die brief naar Willy te sturen. Maar haar nieuw adres willen ze niet geven. Ook op deze brief krijgen we geen reactie van Willy. Het spoor lijkt dood te lopen. Maar je kunt toch niet onvindbaar zijn in Nederland? Willy moet stoppen met haar werk als fysiotherapeute. Dat is door haar lichamelijke beperking niet meer te doen. En na een afgebroken opleiding op de Kunstacademie gaat ze de artistieke kant op. Ik heb een aantal hutten gemaakt. Het is begonnen dat iemand overleden is. Dat hij dus een onderkomen heeft, zeg maar een tussenfase van de dood. En daar heb ik dan een hut voor gemaakt. En ik hoop ze dus een keer te gaan exposeren. Dus ik moet er eigenlijk weer wat aan gaan rommelen. Ze vond het leuk. Ze kon mooie dingen maken, et cetera. Maar het is typisch wel een hobbyiste. Ik geloof niet dat ze die drive had om daar nou de beroep van te maken. Nee. Had ze nog een drive naar die rolstoel? Heel lastig. Ik denk dat de grootste moeite was dat langzame van het leven. Dat het ineens zo vertraagt. Heeft ze ooit zeg maar, daarna weer iets kunnen vinden wat beantwoordde aan die passie? Denk het niet. Nee? Nee. Ik denk dat het alles geprobeerd, kort, maar... Nee, dat heeft niet meer kunnen evenaren naar het waterskiën en het parachutespringen. Dat denk ik niet. In 2000 ligt ze bij Wilfried de Jong op de massagetafel. En je ziet haar twijfelen. En de adrenaline? Waar is die heen gevlogen? Die verslaving, dat afkicken van die spanning en sensatie in het begin... vond ik verschrikkelijk moeilijk. En het is een kwestie van doorzitten. Maar zit er nog niet een klein vingerhoedje adrenaline in je lijf ergens? Ja, dat heb ik het vermoeden. Of tenminste, daar ben ik nog wel argwanend over. Dat er waarschijnlijk nog wel ergens in zit. En dan zitten er bij die denken, ik dit jaar? Nee. Ik dit jaar? Nee. Ik weet niet of ze helemaal toevallig vooraan zit. Dames en heren, in 1971 was Willy Stelen sportvrouw van het jaar. In 2006 verschijnt ze voor het allerlaatst in de media. Als ze op het sportgala alsnog een Jaap Ede krijgt. Na 35 jaar. Alsjeblieft. Dat wist je niet. Dan wordt het stil. Rond die periode raken Willy's vrienden het contact met haar definitief kwijt. Ik hou al vanaf 1990 een dagboek, geen logboek bij. De laatste stukje wat ik daarover Willy geschreven heb is 22-6-2006. En dan doe ik eerst iets daarvoor. Van Aalsmeer ga ik naar de Zeeburgerkade. Ik heb wat moeite om het te vinden. En ik vond toen, dat staat hier, ik vond toen wel dat Willy er al slecht uitzag. De contacten werden wel gewoon veel, veel minder. Had je het gevoel dat ze ook op wat eenzamer werd? Ja, zeker wel. Ja? Ja. Ja. Maar op een gegeven moment is dat een keus van iemand. En als ze verder het een beetje afhoudt, dan is dat haar keus. Zou je mij weer willen zien? Ja, heel graag. Ja? Ja. 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 Er zijn nog dagen dat ze in mijn hoofd speelde die denkt van... goh, hoe zou het er toch mee zijn? En ja, dat hou je altijd. Na lang, lang zoeken, kom ik toch aan het nieuwe adres van Willy. Ergens in Amsterdam. Hoe een leven kan lopen. Tijdens de zoektocht naar Willy vond ik nog een oud spotje van het Rode Kruis. Gemaakt voordat ze het ongeluk kreeg. De een heeft alles, de ander niet.
De een kan alles, de ander veel minder. Het Rode Kruis probeert er iets aan te doen. Het Rode Kruis helpt, altijd, overal. Willy woont alleen en heeft geen kinderen. Ik heb in de buurt al gehoord dat ze haar huis nauwelijks meer uitkomt en leeft in zelfgekozen eenzaamheid. Ik begin te geloven dat Willy anoniem wil blijven. En uit respect voor mijn jeugdheldin besluit ik haar nu niet in beeld te brengen. Als ze tenminste open doet. Mijn hart bonkt. Dag mevrouw Stelen. Ik was vroeger een fan van u. Ik ben van het televisieprogramma Andere Tijden Sport. Nou, eigenlijk mezelf, omdat ik vroeger fan was van u. En ik zou het zo leuk vinden om een programma over u te maken. Dat wilt u niet? Hoe is het met u? Ja, goed verder. Ja? Ja, het is hartstikke leuk van u dat u een fan van me bent. Maar alles is veranderd. Voor mij bestaat het niet meer. Nee, bent u er klaar mee? Ja. Ja? Ja. Wat doet u zo'n hele dag eigenlijk? Nee, ik krijg geen interview. Nee, heeft u geen zin in? U wilde er niets mee te maken hebben? Nee. Wat jammer. Ja. Ja. We moeten accepteren, hè, zoals het is. Mag ik u het beste wensen? Ja, dank u. Ja? Oké. Okay. Oké, dag hoor. Een fijne dag. Tot ziens. Dag. Dag.